Goedendag mensen vanuit Games. Yo, vet dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik begin deze video mwah, pittig blij. Maar eindelijk moet ik boos en somber zijn. Teleurgesteld. Want zoals jullie de titel zien. Vandaag ga ik reageren op Instagram reacties. Yes. Jullie vonden dit concept namelijk best wel vet. Reageren op. En de vorige keer heb ik gereageerd op Instagram tags. Jullie vonden die video leuk. Dus ik maak nog zo'n soort video. Ja, en ik storm me nogal aan de Instagram comments. En ik ga jullie nu uitleggen waarom. Zoals jullie zien. Dit is mijn Instagram. Super mooi. Super leuk. Ik heb redelijk veel volgers. 161. 1000. En in principe kan ik er dus ook wel verwachten dat ik soms rare reacties krijg. Ik ben trouwens eerst even heel benieuwd naar de tags. Zijn die beter geworden sinds de vorige video? Heb je die vorige video niet gezien? Moet je even in de beschrijving checken. Oh, deze heb ik op mijn Snapchat gegooid. En mensen reposten hem. Hé, hey, maar kijk eens aan. Ik word getagd in een meisje. Ja, het, is, het, is, het gaat er goed, jongens. Maar het ziet er al wel. Oké, okay, hier weer. Maar het, het ziet er alweer wel. Oké, okay, hier weer. Maar het ziet er al wat beter uit. Snap je jullie? Really? Alright, laten we de comments erbij pakken. We pakken eerst even mijn eerste foto. Boom. Deze heeft 11k likes. Best wel veel. En 100. 50 reacties. Dat is nog, maar, ja, een beetje matig. Normaal. Oké, okay, en ik zie al meteen dit. Voor alle zieke uh, dingen. En ze doen giveaway. Oké. Okay, deze doen giveaway. Hé, hey, privéaccounts. Ik hou van privéaccounts. Ik vind dat een beetje een nare manier om volgers te krijgen. Van, Yo, check dit en dit account. Hier, vast een preview. En dan denk je, oké, okay, ik ben wel benieuwd naar diegene. Zijn post. Klik je erop. Hé, hey, privéaccounts. Dus je moet verplicht volgen. Dat vind ik naar. Maar het is wel heel slim. Maar die gasten promoten gewoon twee keer een account. Oh, hier ook weer. Volg mij voor en zo fantastische foto's. Oké. Okay, je hebt twee posts. Super. Leuk. Maar je maakt reclame. Hé, hey, leuk man. Leuk. Dikke borsten de Nou, ik zie geen borst op deze foto. Maar toch, leuke toevoeging. Hou ik van. Oh, what the fuck. Grimly Bear heeft iets heel ergs van je gepost. Yo, dude. ouwe. En hier ook. Oh. Volgens mij verliefd. Dat klopt. Mensen gaan zo. Free followers. Check out de link in my bio. En dat onder mijn foto's, hè? Heerlijk jongens. En dan uh, weer wat haat comments. Uh, zij is lelijk. En dan heb ik weer een fan van mij. Die gaat erop in. Jouw gezicht is lelijk. Jongens, kom op. Wees nou ook een lief in elkaar in de Instagram. Comment. Come on please. Wie heeft PayPal en wil serieus graag meer volgen? DM mij alleen serieus. Dude, are you kidding me? Thomas Kuivenhoven wil graag ook iets zeggen. Die zegt: Woe. woe. Volgens mij heeft hij net een nieuw Engels woordje geleerd. En die zegt dan meteen: Woe. Whoa. Ja, yeah, bewijs van dat dit allemaal fake is vind je op Grimly Bear. Oké, okay, what the fuck? Wie is die Grimly Bear? Fuck off, dude. Jongen, jongen, jongen. Krijg je volgens legit. Kijk, vroeger toen kregen wij volgens door sub for sub, follow for follow en dat soort dingen. Dat is in principe best fair. Ik bedoel als jullie vandaag op mij abonneren, als jullie vandaag op mij abonneren, dan ga ik je terug abonneren. En sub for sub. Sub for sub, jongen. Hey, ah, Dumpy. Beetje skeer. Skeer met de Q. Oké, okay, mag eens zijn leuk, man. DM mij en verdien vandaag nog een topbedrag. 18+ plus only. Nou, eh uh... Dan moet je niet bij mij adverteren, jongen. Ik bedoel, mijn gemiddelde volger is ongeveer nou, 13, 12 ongeveer. Geen idee. En dus niet 18. Ik ken niet zoveel volgers van 18, denk ik. Ik denk maar een paar K. Dus je kan beter bij iemand anders adverteren, jongen. Jacinta is een bitch. Jacinta verkeerd gespeeld. Er moet nog een C bij en een H bij. En bitch moet een T tussen. Ik zeg het alleen maar. Ik word er echt doodmoe van dat iedereen zit te suiken over Jacinta. Over het feit dat ze elkaar alleen volgen. Laat ze gewoon lekker elkaar volgen. Als ze dat willen of zo. Ja, dat heb ik wel vaak. Dan zullen mensen best vaak van. Yo, waarom volg ik alleen Jacinta? Je bent echt een autist en zo. Dat dus zie ik wel eens voorbij komen. Uh, ja, Jacinta is mijn vriendin. En ik vind dat wel lief. En in principe gebruik ik headgames niet. Ik zit altijd op mijn privé-account. Ik heb een privé-account. Dan volg ik fucking veel mensen op. En dan post ik niks op. En dan kijk ik gewoon wat dingen op. En that's it. Hier volg ik al Jacinta op. Dan moet je gewoon niet om zeuren. Ik kan ook gewoon niemand volgen. Dat in principe, ja, dat maakt niet super veel uit. Hé, hey, de eerste echte positieve comment. Maar waarom staat er goed op. Dank je wel. Maar oké, okay, als je het er van de andere kant bekijkt, bedoel je daarmee dat je Sinter er niet goed op staat? Oké, okay, weer een negatieve comment, jongens. Oh, ik zie hier allemaal gescheld tussen. Hou je bek. Uh, ik zie mensen met kaka schelden altijd en zo. Dat gebeurt ook zo vaak. Uh, nee, zij lijkt gewoon op een oma deze foto. Dude, oké. Okay. Sinter is een meisje van 15. Als je dan al op een oma lijkt, dan moet je of kaart aangereden zijn en daarna je kop moeten verbrand hebben. Of. Je rookt kapot veel, zodat je hoofd er kapot oud uitziet. Of je bent gewoon fucking blind als je dat zo ziet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hé, uh, Maxi, hey, maakt super video's. Mooi man, dankjewel. Dat vind ik wel weer lief. Um, ja, helemaal prachtig. Hey Haram, je bent fucking awesome. Blijf doorgaan met YouTube toppen. Dankjewel, jongen. Dat zijn goede, lieve, positieve, opbouwende comments. Heb ik wat aan. Lief, oké. Okay. Nu worden de comments steeds beter. Behalve die, wat een lelijke vrouw. Oh ja, dit is ook wel fucking grappig. Yo, dit weet ik nog wel mooi. Die zegt Anouk: die zielige kerel volgt alleen zijn vriendin. En Ik zeg: zielig hè? Dat is zielig toch? En daarna verder. XD, topgozer. Are oh, je fucking kidding is. Dan maak je me belachelijk, scheld je me als het ware uit. En dit en dat. En dan ga je niet zo doen. Wauw. Ja, dat zegt iemand ook. Eerst zeg je zielige kerel, en dan reageert hij, en toen zei je ineens stopgozen. Ja, klopt. Heeft hij daarop gereageerd? Ja, en? Oh, hey, GTA hack, Leuk. Ook mooi. En je moet gewoon niet zo slimen. Klopt ook. Dat was toch ook maar een grapje. Ja, dat is het beste excuus ooit. Ja, dat was toch maar een grapje. Verder zijn trouwens de eerste comments altijd wel chills, want dat zijn mijn echte fans die veel op Instagram zitten. Lief, oh, cute, headgames, oh, uh, bla bla, vet schattig, cute, lief, uh, cute, 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 duckface lief, lief en dan in principe dan komen de reclame mensen die kaart gaan spammen de tweede foto waarschijnlijk ook is met iemand anders ja yeah. wat mijn punt eigenlijk is is dat er gigantisch veel geadverteerd wordt zonder dat wij dat goedkeuren en ik heb gehoord dat sinds kort echt een chill update op Instagram is als je namelijk een vinkie hebt op Instagram dan kan je bepaalde woorden verbieden en dat is super chill want ik zeg bijvoorbeeld ik kom heel vaak volg tegen in de comments en als iemand volgt typt dan is dat meestal een advertentie van iemand iemand die reclame wil maken en dat kan ik dus uitschakelen En dat is echt super chill en DM mensen die DM's Zeggen ze ook fucking vervelend altijd. Dat soort dingen kan je allemaal uitzetten. Als je een Vinkje hebt, dus Instagram, hey, bel me even. Ik wil ook een Vinkje mooi. Oké, okay, we gaan even naar een andere foto toe, die ook redelijk veel comments heeft gekregen, als deze. Superleuk op het strand. Um, even kijken. Uh, even kijken. Oh, er gaan mensen weer over Jacinta zeuren. Yup, yes. Oh ja, lief schrijven niet zo. Ik heb, ja, ik had lief met de V. Oh, oh je denkt echt dat ik zo dom ben dat ik niet weet hoe ik lief schrijf. De borsten van Natshat Shina. Oké, okay, mooie naam. Damn Daniel, back at it again with the boner. Oh my god. Nee, ik heb gewoon een grote piemel. Ook als je niet stijf bent, is je gewoon groot. kan ik niks aan doen. <laughs> Hoezo zie je hier een boner in, ouwe? Ik meen het serieus. What the fuck, man? Harm, je kan echt niet spellen. Lief, lief is het. Kijk op mijn Insta voor HarmExpose. Hey, mooi privéaccount. Harm, je laat nu toch die boob zien? Nee, ik laat ze niet zien. Dan is ze naakt. Ze heeft gewoon een bikini aan. We zwemmen gewoon. Yo, dan mogen we toch wel een foto maken? Of is dat, uh, dat, Ja, dat mag heus wel. Lief schrijven met een F en niet met een V. Maar het is vakantie, dus boeien. Oké, okay, mooi verhaal. Weer Jacinta met haar boobies. Ja, het is ook moeilijk om die dingen eraf te snijden of eraf te halen ofzo, dus het is ja, het is meestal zo hè. Oké, okay, nu even deze Is Ook een heel leuk filmpje zoals jullie zien. Ik ga me vol op mijn back hierop. Oké. Jullie vinden het allemaal leuk dat ik op mijn back ging en zo. En uh, ja, jullie vinden het allemaal geweldig dat ik pijn heb. Het deed echt pijn. Nee, hey, grapje het deed niet pijn. Maar deze was tenminste wel leuk. Ik zie dat. Hier zijn vrij uh, positieve comments opgekomen. Hè? Jullie vonden het allemaal wel leuk, grappig en zo. Uh, volg mij nog niet op Instagram. Het staat in de beschrijving. Leuk. Maar wat me opvalt, is dat er steeds meer mensen komen die gaan adverteren. En volg dit, volg dat. Naak foto's hier. Naak foto's. Expose dit. Expose dat. Volg mij. En dan uh, privé accountjes, slotjes. Instagram. Cram begint toxic te worden. Ik vind het fucking vervelend. Maar het is nou eenmaal zo. Oh, gewoon iemand die homo. Oké, okay, homo. Jij zegt homo, hè? Jij zegt homo. Oh, privéaccount. account Maar ja, leuk man. Leuk. Je bent niet stoer, jongen. Jij wel. Groep 8. Je zit in groep 8. Ja, dat ben je heel stoer. Ik kan 10 keer beter debben. Oké. Okay. Goed verhaal. Lekker kort ook. Wil je nu een sticker van mij? Jongens, wat ik probeer duidelijk te maken is dat jullie echt moeten kappen met die haatcomments. Ik weet, er zijn genoeg mensen die lief reageren. Duimpje voor jullie. En die gewoon normaal reageren. Maar er zijn ook mensen die gaan keihard haten. Die gaan keihard adverteren. Die gaan elkaar keihard afmaken. Afbranden. Schelden met dit en dat. En het is allemaal toxic. Dit is een oproep naar jullie. Wees lief in de comments Ik weet dat veel van jullie het echt wil doen hoor Dus voel je niet aangesproken als je gewoon lief altijd reageert Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog Wil je vaker dat ik dit soort video's upload? Dat kan zeker Dan moet je even een duimpje omhoog achterlaten Want hoe meer duimpjes jullie achterlaten Hoe meer ik denk van Wow jullie vinden dit toch echt wel chill Dus ga ik mee van dit uploaden En laat natuurlijk even een leuke positieve comment achter Net als bij Instagram En dan check ik jullie de volgende keer Misschien wel weer met zo'n video met leuke concept. Heb je nog iets vets wat ik moet doen? Waar moet ik op reageren? Laat het weten in de comments En tot de volgende keer Yo later.